En op de pietenlijst staat ook iets lekkers bakken. Kijk. Iets lekkers? Oh, dat komt goed uit. Hé, hey, Piet, je bent op precies het goede moment hier. Ja, want je ging iets lekkers maken. Ga jij mij helpen om te leren bakken? Oh, wat heerlijk. Nou, helpen om te leren bakken, het moet geproefd worden, dacht ik. Dat is heel belangrijk, dat je weet dat het lekker is geworden. Want je kan wel bedenken dat het lekker wordt, maar misschien is het aan het eind niet lekker. Dus daar kom ik wel mee helpen. We gaan speculaascake in de vorm van een cadeautje bakken. Wat heb je nodig? Nou, je ziet het al, bloem. Je hebt speculaaskruiden nodig, een heel klein beetje zout, niet veel, eieren, marsepein natuurlijk, bruine bastardsuiker, een beetje boter, mascarpone en pasta gemaakt van speculaaskoekjes. Zullen we gaan beginnen? Ja, we gaan beginnen. Wat gaan we eerst doen? Ja, we gaan beginnen met het uitgebreid proeven van de marsepein. Want het is altijd heel belangrijk dat je even goed proeft. Een marsepeintasting. Ja, een marsepeintasting. Ja. Dit is bijvoorbeeld marsepein met de smaak paars. Ja? Oké. En dan gaan we nu... nog meer proeven, want je moet bijvoorbeeld ook de roze proeven. En, want als de roze bijvoorbeeld een beetje een geel smaakt, dan is er een hele kleurenschema in de war. Ja, ook lekker. Ja, check. Is goed gekeurd? Okay. Is goed gekeurd. Oké, nou, dan gaan we nu natuurlijk beginnen met het bakken. Huh? Oh, ja. Ja, we gaan beginnen met boter en suiker. Dat gaat heel goed. Ja, doet het goed? Ja, dat doe je heel goed. Samen met de suiker. Ja. En dan gaan we dit mixen. Mixen, wilde ik net zeggen. Ja. Zou jij willen mixen? Een mooie mixer. Oh ja. Even kijken. Deze mag ik. Oh, mixen Pieter zo? Ja. Ja, nee, maar ik kan het ook niet. Met de oude stijl. Dat is namelijk met een. Oeps. Zo heb ik het nog nooit gedaan. Ja, doe jij anders maar even voor hoe jij het doet. En dan kijk ik wel even of je het goed doet. Ja, ik doe dat het zo. Ja, druk het gewoon op de knop. Oh ja! Zometeen gaan de eieren erbij. Die doen we er één voor één bij. Ja. Oké, dus we doen er één. Wil jij deze anders doen? Want jij kan natuurlijk veel beter dan ik. Met schil? Nee, natuurlijk niet. Ik wilde even weten of je wel goed aan het opletten was. Je doet altijd zonder schil. Kijk. Oh, oké. Oh, wauw, wat goed. Oké, we gaan weer verder mixen. Kijk, dan wordt het al wat smeuiger. Oeh, ja. Hoe is het eigenlijk om een Piet te zijn, Piet? Ja, heel leuk. Het is heel leuk. Je maakt heel veel kinderen blij. En je doet stiekem cadeautjes in schoenen. En dan ga je dus weer snel vandoor. En dan vinden ze de volgende ochtend het. Het is ook hard werken. Ja, jullie hebben wel een paar uitdagingen nu, hè? Want het paard is weg. De baby Piet is weg. En zijn de cadeautjes nou ook weg? Had ik het nog opgegeven? Nee. De cadeautjes, we weten precies waar de cadeautjes zijn. Oh, gelukkig. In het ruim van de stoomboot. Ja, maar was er ook niet met een sleutel? Dat die dan... Ja, en we weten ook waar die is. Oh, maar dat is fijn. In het ruim van de stoomboot. Waar de cadeautjes ook in zitten. Maar Piet, dat is toch niet goed? Nee, nou, laten we dit maar gauw afmixen, want volgens mij heb jij problemen. Het komt altijd weer goed. Oké. Okay. Kunnen we al proeven of het lekker is geworden? Nee, maar je mag een pepernoot eten. Tegen de stress misschien. Bijna. Nou, deze doen we er ook bij. Ja. Wat is eigenlijk jouw lievelings eten als Piet? Pepernoten. Ah, lekker. En chocolade. En wat is jouw favoriete eten? Marsepein. Goeie keus. Daar hou ik heel erg van. Oké, nu gaan we iets heel leuks doen. We gaan dit zeven. Ja. Heb je dat wel eens gedaan? Zeven? Ja? Ja, dit heb ik heel vaak heb ik dit al gedaan. Dan mag jij het doen, want jij bent de Piet. Ja. Dat doet. Ja. Je doet. Lieve Piet, heb je wel eens gebakken? Ja, heel vaak. Ja? Ja, dit is zeven. Als je het in de lucht gooit, gaat het automatisch erin, toch? Oh ja, inderdaad. Ja, nee, dat is inderdaad. Ja. Dit is zeven. En dan doe je het hierin en dan gooi je het in de lucht. Nee, Piet. Ik maak een grapje. Hoe ik altijd zeven is dat je het er gewoon zo erin doet. Oh ja. En dan doe je zo. Zou jij de speculaaskruiden erbij willen doen? Want die moet je ook zeven. En die doen we dan in de... Ja, die doen we ook in de zeven. In we gaan alle zeven. Ja. En het zout. Zout. En bakpoeder, daardoor gaat het een beetje rijzen. Ah, ja. Zo, nou dit gaan we mixen. Wauw. Hoe lang heb je eigenlijk moeten trainen om Piet te worden?
best wel lang. Want het is niet zo makkelijk als dat mensen denken. Nee, dat geloof ik wel. Iedereen kan Piet worden. Je hebt heel veel talent nodig. Maar dan de allerbelangrijkste vraag. Hoe is Sinterklaas? Dat heb ik altijd al willen weten. Ja, hij weet altijd precies hoe het zit. En hij is heel aardig. Ja, zeker voor Pieten en ook heel erg voor kinderen. En hoe oud is hij eigenlijk nu? Ja, dat wil ik niet zeggen. Oh. Hij zegt altijd precies oud genoeg. Dat is wel mooi gezegd. Nou, en dan bekleden we de bak voor met een heel klein beetje bakpapier. Want dan kan je het er heel makkelijk uithalen. Ja, super. En deze mag dan zo. Ja. En dan mag het beslag in de bak voor. En daarna gaat het in de oven. Oh, wacht. Met het glas in de oven? Dat heb ik echt nog nooit gezien, Piet. Ik wil eventjes testen of je wel wist hoe het moest. Dus heel goed. Okay. Want ja, we doen het natuurlijk niet met het glas in de oven. Niet met het glas in de oven. Nee. Altijd het beslag eruit halen en dan in de bakvorm. Oeh, mag het dan in de oven? Ja, zeker. Zet hem er maar in. Kijk. En dan ga ik ondertussen vast beginnen met het maken van... Oeh, kijk uit voor je vingers, Piet. Oh. Gaat het goed? Ja! We gaan de vulling maken. Wat gaat er in de vulling? We gaan mascarpone mixen met speculaaspasta. Mm, ontbijt je dan ook altijd met pepernoten als je Piet bent? Ja, soms wel. Een goed bord pepernotenpap, daar kan je een hele dag mee aan de slag. Ja, dat lijkt me ook. Heerlijk. Ja. We hebben nu de cake in de oven staan. Als het goed is die wel klaar, denk ik. Oeh! Ja! Oeh, mag ik hem eruit halen? Ja, zeker. Mag ik hem eruit halen? Pas op je handen, hè? Daar staat de ovenwand. Die hangt daar. Ja. Oeh, heet. Maar het ruikt lekker. Oeh. Hier, doe je hier maar op neer. Jij. Wat is die mooi geworden. Deze gaan we even laten afkoelen. Maar Piet, even heel veel kinderen kunnen waarschijnlijk nu niet slapen van de stress. Want er zijn zoveel dingen gaande. Oh ja, ik heb het ook. Het is heel spannend. Het is heel leuk dat er een baby Piet is, maar ja, die is nu weg. Waar is die dan? Die kan er niet zomaar weg zijn. Geen idee. Ik wil wel benadrukken dat het niet mijn schuld is. Ja. Ja. En het paard is weg, zo snel. Nergens meer te vinden. Wat wel ook belangrijk om daarbij te zeggen is dat het niet mijn schuld is. Ja. Maar Piet, het is een drama. Geen paard, de baby is weg en geen cadeaus. Hoe gaan we dit oplossen? Ik weet het niet, maar Sinterklaas die zegt dat het altijd weer goed komt. Dus daar moeten we vertrouwen in hebben. Oké, dat doen we. Ik vind het wel spannend hoor. Maar die cake is ondertussen wel goed afgekoeld. Deze gaan we eruit halen. Kijk. Nou, die gaan we in stukjes snijden. En cadeautjes heb je natuurlijk in allerlei soorten en maten. Dat weet jij veel beter dan ik. Elke vorm die je maakt is goed. Dus je kunt een groot cadeautje maken, zoals deze. Maar je kunt ook een heel klein cadeautje maken. Want ze zeggen altijd, de kleine cadeautjes dat zijn de beste. Heel vaak is dat zo. Ja, dan snij je het bovenkantje ervan af. Tuurlijk. Want hij moet plat zijn aan de bovenkant. Wat is het mooiste cadeau wat jij ooit eigenlijk hebt gekregen, Piet? Mijn pietenveer. Oh, je pietenveer. Mijn pietenveer, dat is het mooiste cadeautje dat ik ooit gehad heb. Dat is heel mooi. En hij is groen. Nu gaan we deze vormpjes opensnijden. Dit is alsof je een broodje gaat smeren. Want daar hebben we onze lekkere vulling voor. En dan zet gaat je... Er ook nog marsepein in. Het gaat er niet in, maar het gaat er wel op. Want dan is de volgende stap. Ik ga je laten zien hoe je een cadeautje maakt van marsepein. Je pakt bijvoorbeeld deze mooie roze. En daar maak je dan een slangetje van. Het belangrijkste is dat je hem dan plat maakt met je vinger. Dus eigenlijk plet je de regenworm. Ja, dat kan je op verschillende manieren doen. Dan maak je er twee van. Oh ja, slangetje maken. Ja, en plet er maar. Dit heb jij vaker gedaan. En dan maken we een vlakje van het marsepein. Een vlakje van het marsepein? Ja, die pletje. Oh. Deze zet ik dan op de bovenkant van dit cadeautje. Zo. Nou, en ik wil ook een groot vlakje, want dit cadeautje is wat groter. Ja. Zo, deze leg je er dan op. Maar nu is het natuurlijk nog geen cadeautje. Nee. Dus nu komen de slangetjes van pas. Die leg je er overheen. Die druk je. Zo. En dan de tweede, die leg je er dan ook overheen. Oh ja, de tweede natuurlijk ook overheen. En dan maak je een mooi strikje. En dus...
Oh, wauw. Dat is echt een heel modern cadeautje. Ja, goed hè? Ja, heel goed. Ik ben cool. ook wel heel benieuwd wat hierin zit, als ik dit cadeautje ga krijgen. Heel benieuwd, want ik zou het niet weten. Daar weet ik, het is een vierkantje. Hier zou ik wel me afvragen wat het is. Het kan een bal zijn, een puppy. Het kan echt letterlijk alles zijn. Ja. Zal ik je laten zien hoe je een strikje maakt? Die is misschien ook wel leuk om op te zetten. Ja, een strikje. Kijk, je pakt een klein stukje marsepein. Daar maak je een balletje van. En die druk je samen tot er een klein... Eigenlijk is het een beetje een bloemblaadje voor je. Bloemblaadje. En die klap je dan dubbel. En die zet je erop. Hey, en heb je dan ook een soort bakdiploma gekregen? Ja. Ja, het allerbekende Pieter bakdiploma. Ja, ja, die heb ik. Ja, hard voor gewerkt. Ja. En weet je, iedereen heeft zijn eigen stijl. En dat vind ik nou zo cool. Ja, precies. Ja. Dit is mijn stijl. Dit is uniek. Dit heeft helemaal niemand. Nee, inderdaad. Ja. Die van jou is wel heel mooi. Oh. Is het eigenlijk wel handig om te bakken met je handschoenen aan? Of hoort dat bij als je bij Piet bent? Ja, of... tuurlijk. Oh, dat moet altijd. Dan heb je handschoenen aan. Altijd? Ja, tuurlijk. Is ook niet altijd makkelijk, wel? Handig hoor, je hebt meer grip op de cadeautjes. Je kan beter in gewoon klimmen aan de regenpijp. En sluipen, je bent veel stiller hè. Kijk maar. Hoor je dat? Ja, je hoort niks. Nee, precies. Dat is de reden dat Pieter handschoenen draagt. Over nagedacht. Ja, slim. Wauw, jouw cadeautje is echt heel mooi. Nou, als deze af is, dan gaan we ze dus allemaal vullen met vulling. Eerst vullen met vulling? Ja. Ja, en dan gaan we ze versieren. En dan gaan wij ons vullen met de vulling. En dan gaan we er strikjes op zetten. En dan gaan we ze eten. En die van mij. De kers op de spreekwoordelijke taart. Absoluut. Tada! Wauw! Zo zien onze speculaas cake-cadeautjes eruit. Mag ik je een cadeautje aanbieden? Ja, heel graag. Ik kies... dit vind ik nou een interessant cadeautje. Geen idee wat erin zit. Mag ik proeven? Allermooiste. Nou, was ontzettend gezellig dat je er was, Piet. Nou, dat is heel gezellig. En succes met de kleine probleempjes bij jullie. Dankjewel. Ja. Komt goed. Wil je er een paar mee? Laat ik er één meenemen voor Sinterklaas. Ja? Want die vindt dit soort cadeautjes altijd heel gek van. Ja. En nog eentje misschien voor de Pieter? Neem ze allemaal maar mee. Ik vond het heel leuk dat je er was, lieve Piet. Succes. Doei. Groetjes aan Sinterklaas. Doei.